je zei in de biografie dat je er zelf heel kritisch was over je eigen werk. Ja. Wat was voor jou de grootste maatstaf waar je je kritiek op legde? Wat was voor jou? Maatstaf, ja, ik had gewoon in mijn hoofd, kom correct of aan je bek. Dan quote ik Stix even dan, maar het is echt van, voor mij was het echt van, liever kom ik hard gewoon. En ik, het ding is, tracks, ik luister de track dan de hele tijd door en zo. En dan, het is vanzelfsprekend, het is niet echt een maatstaf waar we ons hebben aangehouden van ik moet harder dan Kwasi komen of ik moet harder dan die komen of zo. Het is wat voor mij het beste gevoel gaf eigenlijk. Zijn jullie altijd samen als je opneemt of doe je dat ook alleen? Absoluut niet. Absoluut niet. Nee, we zijn niet echt niet altijd. Nee. Helaas komt het meestal door mij, omdat ik in Maastricht zit en het spijt me jongens. Ik ben ook gewoon vaak vergeven. Ja. Maar jullie zijn wel samen? Of, ja. Als het kan, dan zijn we wel vaak samen. Als het kan, wel. Als we gewoon afspreken van hé, hey, we zitten deze week of deze komende twee weken zitten in de studio, en dan doen we dat ook gewoon. Maar ja, ik denk niet dat je per se altijd samen moet zijn. Is, nee. Je kan individueel kan je ook gewoon heel creatief bezig zijn. Dat versterkt ons ook. Tegenwoordig kom je wel samen om zeg maar, het gehele product bij elkaar te zetten. Tegenwoordig kan je alles doen met internet. Ik kan bijvoorbeeld, hij kan mij een beat sturen, dan kan ik thuis erop schrijven en dan neem ik het thuis op en dan stuur ik die sporen naar hem toe. Dan die gelijk het beeld in, dan stuur ik het geheel naar Aquasi toe en dan neemt Aquasi bijvoorbeeld in Maastricht op. En als we weer samenkomen hebben, kunnen we die track helemaal gewoon opnemen, dan zit alles aan onze hoofd. Maar je kunt niet zien aan iemands gezicht of je het echt goed vindt of niet, dat zijn van die kleine dingen die... Nee, maar het is, nee, maar we zijn eerlijk met elkaar. Als je het wel streed, ja. Als iets nips, ja, dat zeggen we sowieso eerlijk, maar zodra de muziek gemaakt wordt, dan... komen we er toch wel achter of het goed is of niet. En zijn we ook gewoon eerlijk tegen elkaar als het werkt of niet. Zijn er wel eens dingen geweest die hij je toegestuurd heeft, Leroy, dat je dacht, ah, ik vind het eigenlijk heel goed en dat hij zei van, ah, ik vind het eigenlijk toch niks, omdat hij zelf door zijn eigen kritiek misschien? Is dat voorgekomen? Ik kan er nu zo snel niet op komen. Er is er wel voorgekomen dat ik bijvoorbeeld de track echt heel hard vond. En dat hun tweeën dan zeggen van, nee man, dit wordt het niet man. En dan leg me erbij neer, want snap je, hun zeggen dat niet zomaar, snap je. Het is, we willen het beste voor mij. En als die track is misschien wel tof, maar als dat niet bij het totaalplaatje past, dan moet ik ook naar hun luisteren. Want hun kennen mij het beste als artiest zijn, snap je. En hun weten wat ik naar buiten wil brengen. Dus hun kijken eigenlijk vanuit een ander oogpunt naar mij. En dan zeggen ze van, no, dat is niet dope, laat het gewoon, laat die track gewoon. Wat was voor jou belangrijk om naar buiten te brengen met dit album? Mezelf, dat mensen leren kennen wie ik ben en ja, voor wat ik sta en hoe ik mij voel op dit moment en hoe ik mij heb gevoeld in de periode dat ik met Zwart Licht bezig was. Waar mensen een duidelijk beeld van mij krijgen. Het is een soort introductie van hey, dit is echt Leroy. Dit is niet, ik doe niet stoer, ik schep niet te veel op die tracks en dit is gewoon Leroy. Wat misten mensen nog niet van jou dan, denk je, wat je nu wel op deze day hebt? Ik denk dat mensen een bepaalde beeld hadden gekregen van mij, maar dat komt ook wat voor beeld denk je? Wat ik vaak hoor is, ja, Leroy is arrogant, Leroy doet stoer, Leroy, ik mag hem niet, Leroy zit zomaar in Zwart Licht. Dat hoor ik echt vaak en dan denk ik van, oké, ik wist niet dat ik stoer deed of arrogant was of zo. En dan, ja, ik wil gewoon, het is niet dat dat mijn drijfveer is geweest om die cd te maken, maar ik wil wel gewoon dat mensen een duidelijk beeld van mij hebben van dat ik geen domme jongen ben en dat ik weet wat ik doe. En ik, alles wat ik doe 100% achtersta en dat ik ook gewoon eerlijk met mijn mensen om me heen ben gewoon. Je kritiek krijgt natuurlijk als jonge artiest is het nog lastig om mee om te leren gaan. Hebben jullie daar met elkaar over hoe jullie daarmee... Ja, we evalueren wel zo nu en dan. Kijk, kritiek, soms kun je kritiek tot je nemen en dan doe je er wat mee. Maar soms heb je er ook helemaal niets aan omdat het niet onderbouwd is. Als je kritiek hebt, best. We zijn open en we nemen graag dingen aan van je, maar het moet dan wel een beetje opbouwend zijn. Je moet wel echt met duidelijke argumenten ervoor komen. Maar zodra die er zijn, dan nemen we dat mee en werken we eraan. Dat wel, er is echt nooit iemand naar mij toegekomen van, ik vind jou nep omdat dit en dit en dit. Het is altijd Leroy's nep. Maar vinden jullie dat, komt dan misschien, je hadden net even over dat je internet commerciëert, mensen zijn heel makkelijk in zeggen dat ze iets kut vinden. Ja, het is heel dat snel ook, maar in het begin dacht ik ook van, hey, fuck, het was hard om me dan kennelijk. En the end of the day, als ze mij zo nep vinden, laat ze met mij battelen dan. Laten we samen op een track komen, kijken wie daar echt nep is of niet. Mm-hmm. Snap je? Het is een lekker plat medium, hè, internet. Dus er worden heel makkelijk dingen gezegd. That's it, ja. En die moet er ook niet veel van aantrekken, hoor. Maar
Ja, er zijn gewoon mensen die naar me toe zijn gekomen. Ja, ik dacht echt dat je heel arrogant was of zo, maar je bent echt een aardige gozer. En dan denk ik, oké. Mm-hmm. En dat echt nog nooit gehoord. Ja, mensen zijn echt naar mij toegekomen. Echt veel mensen die zeggen van, hey, ik dacht echt dat je een klootzak was of zo, maar of... Ja, Lilo is arrogant, dat groet me niet als hij me ziet. Maar dan... Waarom dat ik een klootzak was?